Het is vandaag Internationale Vrouwendag. Cut the crap. Dat is doorgaans niet bepaald een feestje. Vrouwen vormen 50% van de wereldbevolking, doen 66% van al het werk, verdienen 10% van het wereldinkomen, hebben 1% van alle bezittingen. Van alle regeringsleiders op de wereld is 5% vrouw en van alle armen op de wereld is 75% vrouw. Even dichterbij. Ook hier, bij ons, verdienen vrouwen nog steeds een pak minder dan mannen. En slechts 1 op de 5 vrouwen maakt deel uit van management in bedrijven. Probeer deze aan eender welk kind uit te leggen, die snappen deze niet. En als we willen vermijden dat zij opnieuw op straat moeten komen, is het tijd dat we onze woorden omzetten in daden en het nog beter doen dan vandaag. Dus, wat kunnen we hier aan doen? Let's go! Ik geloof in een economie gedreven door transparantie, verantwoording, veiligheid en gelijkwaardigheid. Gelijke lonen, gelijke rechten. Dat betekent vrouwen empoweren. En dat is veel meer dan het glazen plafond slopen. Dat is ook de breekhamer zetten in al die vastgeroeste verwachtingspatronen waardoor vrouwen zich nog steeds moeten verantwoorden voor hun keuzes. We moeten elkaar allemaal een plek aan de tafel gunnen. Wat dat nu in de meetingroom is, in de boardroom of in de klas. Een all-in economy, een all-in society, waar iedereen welkom is en iedereen kan bijdragen. Vrouwen zijn de backbone of society. In het gezin, familie, in de wijk, in de wereld. Dus ja, let's shake it up. By the way, shout out to Beyoncé, shout out to Oprah, Dalila, Yasmin, Rehab, Josephine, Elke. Keep doing that great Sarah. Job. Sarah. Keep inspiring. Mama. Alles voor mama. Malika, alle moeders. Welkom.